Monique Westenberg heeft gisteren haar airco laten repareren en zoals altijd deelt ze dit graag met haar volgers op Instagram. Echter, in het filmpje waarin ze zichzelf filmt, gebeurt er iets vreemds, haar gezicht verandert plotseling. In haar Instagram stories vertelt Monique, zo, de airco was afgelopen week kapot, maar gelukkig wordt hij nu weer gerepareerd. Achter haar is iemand druk bezig met het maken van de airco. Ze voegt eraan toe, ik heb er een ombouw omheen laten maken, zodat ik daar weer plantjes op kan zetten. Ik vind het een goede oplossing. Echter, terwijl Monique zichzelf filmt, ondergaat haar gezicht plotseling een transformatie. Wat is hier aan de hand? Het blijkt dat Monique een gezichtsfilter gebruikt, maar deze stopte plotseling met werken. Blijkbaar stoort Monique zich er niet aan en gaat ze gewoon door met filmen. Op het filmpje is ook te zien dat ze de ketting draagt die ze heeft laten maken toen haar hond Dunja overleed. Gisteren vertelde Monique dat ze het sieraad nooit afdoet. Ze zei tegen Talkies Magazine, deze ketting heb ik nu al 4 jaar. Hij is echt heel dierbaar voor me, omdat de hartslag van mijn overleden hond Dunja erin is gegraveerd. Ik draag hem altijd, iedere dag, dicht bij mijn hart.